Karel de Grote wordt in 771 koning van het Rijk der Franken. Zijn rijk is ongeveer zo groot als Frankrijk, Duitsland, België en Nederland bij elkaar. Door oorlogen te voeren en slim te trouwen, maakt Karel zijn rijk nog veel groter. Uiteindelijk regeert hij over bijna heel West-Europa. In het jaar 800 laat Karel zich door de paus tot keizer kronen, de eerste keizer sinds de val van het West-Romeinse Rijk. Om zijn rijk te kunnen besturen, maakt Karel gebruik van leenmannen. In ruil voor een stuk land helpen zij Karel het land te besturen en in tijd van oorlog het land te verdedigen. Keizer Karel sterft in 814. In Aken kun je nog altijd zijn troon en graf bekijken.